Zeilheel de update. Zo vaak als mogelijk brengen we jullie het nieuws uit de Nederlandse zeilwereld. En er wordt natuurlijk weinig gezeild. En daarom proberen we jullie in deze donkere dagen een beetje op te fleuren met wat nieuws van de mensen die nog wel aan het zeilen zijn. Ik ben Klaas Wiersma. Naast mij zit Steffi Plop. Steffi? Goedemorgen. Ja, wij zitten allebei thuis. En ja, het is niet anders, hè? Ja, we moeten het ermee doen en het zo leuk mogelijk maken om toch bezig te blijven. En het een beetje leuk deze dagen door te komen. Ja, inderdaad. Nou, wat hebben we vandaag allemaal? Een van de boten die nog wel aan het varen is, is de Bark Europa. En die kennen we natuurlijk allemaal van de plaatjes met de enorme ijsbergen. Die zijn op zee. We gaan kijken naar wat digitaal zeilen, wat veel mensen nu op het moment aan het doen zijn. We hebben vertrekkersnieuws van mensen die zijn gestrand net na het Panama-kanaal. Dat is Linde, die jullie misschien wel kennen. We kijken ook in Nederland even op het water bij de vrijbuiter op Loosdrecht. Ja, wat hebben we verder nog? Het is in Nederland buiten allemaal rustig. Nu we allemaal thuis zitten, willen we allemaal toch ook een beetje fit blijven. Lilian de Geus, die heeft een leuk videootje voor ons met wat tips hoe je toch een beetje fit kan blijven. Daar gaan we naar kijken. Nog wat internationaal nieuws en nog wat verrassingsitems. Leuk. En nog nieuws over de Olympische Spelen? Ja, dat is, er is natuurlijk heel veel onzekerheid. Maar het mooie nieuws is dat de Olympische Spelen gewoon doorgaan. We gaan zo meteen meer vertellen hierover. Ja, maar niet dit jaar, toch? Nee, dit jaar helaas nog niet. Dus nee, okay. Het wordt heel anders dan anders. Stay tuned. Oké, nou laten we snel beginnen dan. Oké. Ja, de Bark Europa. 9000 mijl, dat is nogal een stuk zeilen. Maar volgens mij weet jij daar meer vanaf, Klaas. Ja, dat klopt. Ja. Dat is, het is een stuk zeilen. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar Mark Slats gezien. Die frat die mijlen alsof het niks was. En we hebben de Van den Kloop gehad. Die varen ruziegeloos heen en weer over de wereld. Maar ja, en nu is dus de Bark Europa, die is ook dit lange stuk aan het doen. Het verhaal is dat ze hadden een rondje Antarctica gevaren. De gasten die waren allemaal van boord in Ushuaia, het zuidelijkste puntje van Argentinië. En de bemanning was nog aan boord, die zou vervangen worden. Maar toen brak de echte coronacrisis helemaal uit. En zeker in Argentinië zijn ze daar heel streng in. Ze mochten niet meer van boord. Vluchten waren gecanceld, dus ze zaten daar. Ze hebben een week voor anker gelegen. Veel onzekerheid aan boord. En toen hebben ze knoop doorgehakt gezegd, oké, we gaan dan niet in etappes terug naar Scheveningen, want dat was het plan. We slaan voldoende voedsel in, we leggen dat voedsel ook in quarantaine en trekken het anker op en we gaan gewoon varen. Nou, die zijn de 27 maart vertrokken met, even kijken uit mijn hoofd, 19 bemanningsleden, gewoon dus de vaste crew. En die zijn nu aan het varen. Voor degenen die dit schip niet kennen, wat voor schip is dit en hoe groot is het? Ja, de Bark Europa is, zoals de naam het al zegt, een bark. Dat wil zeggen een driemaster. Dwars getuigd, behalve de achterste mast. Die heeft een langsgetuigd grote bazaan. Zij charteren in het Poolgebied. Dus ja, de meeste mensen kennen de Bark Europa wel van die schitterende foto's met zo'n ijsboog en dan dat schip daarin. Ze maken fantastische reizen. Het schip zelf is al meer dan 100 jaar oud. Het is uit 1911 en het is niet gebouwd als oceaanvrachtvaarder, maar als lichtschip in Duitsland. Het heeft een tijd, heette het de Elbe 9, geloof ik. In ieder geval, dus wel heel zeewaardig, want het was een schip wat dus ten alle tijde op zee moest kunnen zijn. En als ik het goed zeg, is het in 1984 helemaal gereviseerd en is er dus een tolschip van gemaakt. Nederlands tolschip, dat is wel echt superleuk. En op dit moment is de kapitein Erik Kesterlo. En er zijn twee andere kapiteins, dat is Klaas Gaastra en Janke Kingma. Die zijn nu in Nederland. We hebben geprobeerd om hun te pakken te krijgen. Dat is nog niet gelukt. Maar dat gaat zeker lukken, want we zijn wel benieuwd hoe het gaat aan boord. En die twee onderhouden ook wel nauw contact met het schip.
We hebben ook wel een vraag, want op de website kun je bijhouden hoe ze varen. En als je een beetje inzoekt op de trek, en ik heb hier een foto daarvan, dan hebben ze afgelopen vrijdag hebben zij een rondje gevaren midden op zee. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Als je teruggaat naar de windgegevens, dan zien we eigenlijk ook wel dat daar een enorm windgat zat. Dus ze lagen in de windstilte en hebben een dag lopen drijven. Hoe ziet dat eigenlijk? Want ze hebben wel heel veel eten en alles in kunnen slaan. Maar hoe zit dat eigenlijk met de brandstof op zo'n schip voor zo'n trip? Precies. Ze kunnen genoeg eten meenemen, maar ze kunnen niet genoeg brandstof meenemen. Normaal zouden ze dan bij de tussenstops olie bunkeren. Maar ze gaan geen tussenstops maken, want alle havens zijn dicht. Dus er wordt niet gemotord. En dat is ook wel duidelijk, want... ze zetten de motor niet aan als het niet waait. Ze liggen rustig een dagje te dobberen en varen dan weer verder. Ja, en als je nou denkt dat die bemanningsleden lekker in hun kooi liggen de hele dag als de wind wegvalt. Dat is niet zo, want dit is natuurlijk als er geen gasten aan boord zijn, een uitgelezen kans om het hele interieur weer eens eventjes mooi te schuren en te lakken. Dus er wordt daar ook keihard gewerkt aan boord. En hier zien we daar ook een plaatje van. Ja... waar ook wel gewerkt wordt, tenminste waar nog wel gevaren wordt, zijn de Olympische Spelen, Steffi. Ja, dat klopt. Wij hebben Jaap Zielhuis, hoofdcoach van het Olympische team aan de lijn. Luister maar. De Olympische Spelen gaan uiteindelijk toch gewoon door. Weliswaar niet dit jaar. Ze worden een jaar verschoven. Wij hebben Jaap Zielhuis, Olympische zeilcoach aan de lijn. En die gaat ons daar alles over vertellen. Hallo Jaap, dankjewel dat je even komt inbellen bij ons. Oh. Nou, dit is nogal wat, hè? Ja, nou ja, we hebben... in de ploeg zeggen we altijd, als we haast hebben om iets... in gang te zetten, zeggen we kunnen alles uitstellen behalve de eerste dag van de Olympische Spelen. Die is altijd op hetzelfde moment. Dus begin vooral niet te laat met als je ergens iets nieuws mee begint of iets wil proberen. Neem daar de tijd voor en heb harde deadlines. Maar nu zelfs wordt de Olympische Spelen uitgesteld. Dus dat is voor het eerst dat wij het meemaken. En volgens mij is het nooit eerder gebeurd. Nee, volgens mij is dit inderdaad echt een situatie die nog nooit eerder is voorgekomen. Hadden jullie dit zien aankomen? Nou, als je een maand geleden begon het ongeveer van... dit wordt heel serieus en er wordt van alles uitgesteld en afgelast. Dus dan ga je wel denken van, wat gaat er gebeuren? Moeten we hier ons op voorbereiden? En toen ging het eigenlijk steeds sneller, sneller, sneller. En op een gegeven moment, eigenlijk voor het besluit, wist je al, dit is onhoudbaar. Dit evenement gaat niet door. En gelukkig is het uitgesteld, niet afgesteld. En met een jaar. Dus in principe is het in precies dezelfde periode als dit jaar. Dus eigenlijk alles is toch vrij snel veranderd. Welke dingen gaan jullie nu op korte termijn doen? Nou, het zijn eigenlijk drie dingen. De dingen die we zouden hebben gedaan als we meer tijd hebben gehad. En mijn zorgen zitten dan met name in omgaan met de hitte. Daar nog wat meer energie in steken. Lokaal nog wat meer trainen. Nog wat beter de wind en de stroming onder de knie krijgen. En wat je altijd hebt, iedere Olympische Spelen weer, is dat er heel veel geprotesteerd wordt. Dat is wat mensen zich tijdens de 4 jaar lang niet zo druk om maken. En op wereldkampioenschap alles wordt er heel veel, laten we zeggen, door de vingers gezien onderling. En op Olympische Spelen heb je opeens heel veel protesten. Nou, dat is voorbereiden en daar beter in zitten, dat is voor ons wel een aandachtspunt. Er was al, als je nou zegt, waar had ik me zorgen om, die twee dingen... En dat zal volgend jaar niet anders zijn, maar daar willen we ons wel heel goed op voorbereiden. Derde ding is, wat creëert dit nu voor kansen voor ons? Nou, wat we daarin doen is, dat proces zitten we middenin, is ook aan onze zeilers en de coaches vragen van, wat gaan we nou doen? Hoe komen we hier nou sterker uit? En dat is wel mooi, want als je dan
de ene coach of zeiler spreekt, die is heel speels. En die zegt, nou, ik ga van alles doen. Ik ga, zoals Kieran Batlu, die zegt, oh, ik ga wingfoilen. En ik ga van allerlei andere dingen doen. Gewoon de fun erin te houden. Zo, pas op dat je niet een beetje door de trainingen, through the motions gaat. Maar dat je het scherp houdt, dat je de fun erin houdt. En een ander die zegt, van, nee, ik heb nog zoveel op zeiltechnisch. Ik ga iedere dag met het zeilen aan de gang en wedstrijden en alles. Dus ook daarin zitten heel verschillende manieren om hiermee om te gaan. En dat vind ik wel mooi aan onze ploeg. Dat het heel verschillende mensen zijn. En we proberen voor iedereen op maat hiermee om te gaan. Jaap, je zegt van Kieran die is wel op het water aan het kitefoilen. En zijn de andere trainers zeilers wel op het water ook? Nou, de scheiding is, ja, er is best veel, mag er niet. Dus eigenlijk is alle trainingen die wij organiseren zijn verboden, alles. Alle verenigingen zijn dicht, ons centrum in Scheveningen is dicht, centrum in Medemblik is dicht. Maar wat wel heeft gemogen en nog steeds mag, is dat de mensen die voor de Olympische Spelen geselecteerd zijn, mm-hmm. mensen die naar Tokio gingen al, mm-hmm. die mogen nog wel zelf de plas op. Okay. Met evenveel sparringpartner. Dus Marit mag varen, Lilian mag varen. Kieran die vaart dan op zijn wingfoiler. Dus die mensen die hebben de uitzonderingspositie. Dat is met de overheid en NOC-NSF afgestemd. Buitensporter die op zich in kleine groepen, dus één op één eigenlijk, zoals we veel werken, naar buiten kunnen. Die mogen wel werken. Dat is in lijn met wat de roeiers mogen en de fietsers die mogen. De wielrenners die mogen ook gewoon doortrainen, maar wel met alle regels in acht nemen. Dus. Ja, met een zakdoek, toch? Dat soort dingen. Van, voor- en nabesprekingen, dat is voor ons best een relevant onderdeel van de training is, die worden online gedaan. Dus ja. We zitten dan niet samen. Ja. Ja, dat is allemaal net even anders. Maar voor die is de uitzondering. Natuurlijk zouden we willen dat er meer zou mogen. Maar ja, aan de andere kant, we zitten echt wel in een crisis. En heel Nederland heeft ermee te maken. Ja, we zitten er allemaal in hetzelfde schuitje. Maar jij hebt ons weer heel veel geleerd. En heel veel toezicht gegeven in hoe jullie hiermee omgaan. En wij willen je daar heel erg voor bedanken. Oké, nou alsjeblieft. Graag gedaan. Nou, dankjewel. Fijne dag nog. Dankjewel. Dag. Hoi. Nou, wij zitten natuurlijk allemaal lekker thuis op het moment, maar dat is niet voor iedereen het geval, toch, Klaas? Nee, niet thuis, maar ja. Er zijn natuurlijk een aantal vertrekkers op dit moment op zee. En een van de schepen die we volgen is de Zouterik. En Zouterik, ze varen met z'n vieren. Ze hebben aan boord ook dochter Linde van 13. En dat is een klein media-genietje, want die maakt fantastische blogs. En ja, Linde heeft heel wat te vertellen, want ze zijn net het Panama-kanaal door en ja, zij kunnen niet verder. En Linde heeft een leuke blog opgenomen, daar gaan we nu naar kijken. En één ding vond ik wel interessant, ze zeggen ze hebben nog voor 9 maanden aan eten aan boord. Dus ze houden het nog 9 maanden vol op zee. Oh, die kunnen nog wel even door dus. Nou, hoi allemaal, ik ben Linde, ik ben 13 jaar oud en ik word samen met mijn moeder, stiefvader en zusje de wereld rond op onze zeilboot de Zouterik. We zitten hier nu op de Las Perlas eilanden eigenlijk vast door het coronavirus. Ons plan was, we zijn hier 20 maanden onderweg en ons plan was om eigenlijk over te steken, nu rond deze tijd, naar de Pacific en dan einde van dit jaar in Nieuw-Zeeland aankomen. Maar dat plan, dat kan nu dus niet meer door omdat alles afgesloten is. We mogen niet meer naar Frans-Polynesië, want alles is gesloten. Dat is wel jammer voor ons, maar gelukkig zitten wij hier best wel goed vast. Want wij mogen gewoon van onze boot af en lekker rennen en springen en zwemmen op de Las Perlas eilanden. Corona betekent eigenlijk voor ons dat wij op een bewoond eiland niet aan land mogen. Daar moeten we eigenlijk gewoon op onze boot blijven, maar zoals hier op een onbewoond eiland
mogen we wel aan land, want daar woont natuurlijk niemand. Dus als wij het virus hebben, kunnen wij niemand besmetten. Gelukkig waren we voorbereid, want we zouden die oversteek van 5 weken doen onderweg naar Frans-Polynesië, naar de Marquesas-eilanden. Dus daar hadden we al heel erg veel eten voor ingekocht. En nu we niet over gaan steken, maar wel het coronavirus, hebben we dus genoeg eten om wel 9 maanden aan boord te zitten. Dan hebben we natuurlijk geen vers voedsel meer, maar wel eten uit blik. Dus dan zouden wij, dus wij komen de tijd wel door. Dus dat is hoe wij nu eigenlijk hier een beetje vastzitten. Doei! Jeetje, 9 maanden, dat is nogal een tijd. Maar hoe zit dat eigenlijk met drinken voor 9 maanden? Ja, klopt. Ja, ze hebben wel eten, maar hebben ze ook drinken? Nou, ik heb even op de site gekeken en ze hebben een tank van 300 liter, maar ook een watermaker. En die maakt 60 liter per uur, geloof ik. Dus ze hebben ook water. En ja, Steffi, heb jij wel eens water uit zo'n watermaker gedronken? Is dat een beetje te drinken? Ja, het is echt prima. En al helemaal als jij op zee met veel zout water om je heen zit, ben je blij als je wat hebt. Ja, maar ik neem aan dat ze toch niet 9 maanden op die boot blijven? Ik hoop het niet voor ze. Nou ja, we kijken uit naar een update. Ja, precies. Nou ja, wij zitten in ieder geval niet 9 maanden op een boot. Wij zitten nog gewoon in Nederland. En velen van ons zitten toch thuis. Sportscholen zijn gesloten. Wat we al zeiden, we mogen allemaal niet zeilen. Dus hoe blijf je fit? Wij hebben een leuk filmpje van Lilian de Geus. En zij gaat ons eventjes wat leuke dingetjes vertellen over hoe je fit kan blijven. Kijk maar! Hoi, ik ben Lilian de Geus, Olympisch windsurfster van Team NL en ik ga vandaag een workout met jullie doen. De workout is vooral gericht op core. Dat doen we vaak naast het windsurfen. Het is een soort lichaamsonderhoudtraining. Ik heb hier wat spulletjes liggen. Als je niet alle spullen hebt, dan kan je altijd wel de oefening doen, maar dan een andere variatie ervan maken. De eerste oefening is de plank pull rope. Let er goed op dat je niet in je rug gaat hangen. Dan kan je last krijgen van je rug. En ik heb hem nu ergens aan vastgemaakt, maar hij kan heel makkelijk aan een tafelpoot kan je hem vastmaken. Dus dat hoeft niet per se aan een roeiapparaat wat ik nu heb gedaan. De tweede oefening is de jumping squats met aquabag. Als je geen aquabag hebt, dan kan je ook een fles water pakken of een bal. Dat maakt niet zoveel uit. Het is een explosieve oefening voor je core, maar ook voor je benen. De derde oefening is de bridge hold met bal. Je gebruikt de bal om nog iets meer je buikspieren aan te spannen. En het bandje om je knieën activeer je nog iets meer je bilspieren. Daardoor is het een goede core oefening. De vierde oefening is de boze bal reach. Deze oefening is een combinatie van balans en ook weer core. En de laatste oefening is de Spider-Man push-up. Je doet om zijn beurt doe je 1 been omhoog in combinatie met een push-up. Daarmee train je je borstspieren, maar ook weer daag je je core uit om de hele tijd in die positie te staan. Kijk maar of het lukt. Succes! Zo, dat was de workout. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie nog vragen hebben, stel het hieronder in de comments. Succes ermee en keep it safe. Doeg! Ja, nou, dat was natuurlijk een lekkere oppepper, maar we zitten wel echt in een beetje een vervelende tijd. Want het zeilseizoen zou normaal al lang begonnen zijn. Het is prachtig zeilweer. Maar er wordt dus niet echt veel gevaren. Het woord is eigenlijk nog steeds niet gevallen in deze uitzending. Maar ja, we zitten wel midden in die coronagriepcrisis. En we hebben even gevraagd of iemand bij de watersportvereniging De Vrijbuiter een blik wil werpen in de haven. En daar word je niet vrolijk van. Begin april 2020. Je zou verwachten dat het druk zou zijn in de haven. Dat iedereen bezig zou zijn met het klussen aan zijn bootje. Helaas, dit jaar is dat niet het geval. Overal nog lege plekken. Niemand, eigenlijk niemand, is aan het werk. Want het coronacrisis, de
coronavirus heeft ook hier huis gehouden. Het duurt nog maanden voordat iedereen zijn bootje weer in het water heeft. Nou. Ja, de havens zijn dus echt verlaten. Nou, ik denk dat het dit weekend wel drukker zal zijn. Maar waar het wel druk was, Steffi, dat was bij jouw werk, toch? Ja, mijn werk. Ik werk bij een zeilmakerij en wij maken al onze zeilen in Nederland. En ik heb echt een aantal ontzettend drukke weken achter de rug. Of het nou mensen zijn die toch reparaties komen ophalen of toch nieuwe zeilen in bestelling nemen. Ja, het loopt allemaal door en de productie loopt op volle toeren. Natuurlijk wel op 1,5 meter afstand, maar onze naaimachines staan ver uit elkaar. Oké. Hey, en Steffi, waar is deze zeilmakerij? Deze zeilmakerij is in Benthuizen in de buurt van Zoetermeren. Hagort Sales werk ik bij. Oh, ja, dat is wel bekend inderdaad, ja. En zit je zelf ook achter de naaimachine? Nee, ik niet. Ik weet wel het een en ander van naaimachines en steekjes af, want ik heb heel lang in de mode gewerkt, maar ik zit niet achter de naaimachine. In de mode? Ja, ja. Ja, dat hoeft niet zo stevig te zijn, hè? Nee, dat is toch weer wat anders. Ja, Steffi, jij komt ook wel echt uit de zeilwereld, toch? Want je hebt heel lang in Amerika gewoond en daar heb je ook veel gezeild, neem ik aan? Ja, klopt. Eigenlijk door mijn grote hobby wedstrijdzeilen ben ik in de zeilmakerij beland. Ik ben wel altijd met stofjes en patronen bezig geweest. Dus er zit ook wel wat gelijkenis in met het zeilmaken. En wat voor boten voer je daar? Ik vaar vooral veel in de 40 tot 45 foot range. Oké, zeiljachten. Ontzettend leuk dat ik dus van mijn hobby mijn beroep heb mogen maken zo. Eigenlijk mijn twee grote passies, textiel en zeilen, met elkaar mogen combineren. Team Zeeland heeft ons een geweldig filmpje gestuurd. Dit geweldige filmpje. En ja, dat is natuurlijk wel genieten. Even je zeilpak aantrekken. Bouw zelf een bootje. En neem zo'n filmpje op. Wij zouden het leuk vinden om nog veel meer van dit soort filmpjes te zien. Dus heb je wat tijd over? Neem het op. Stuur het op naar redactie@zeilhelden.nl. En wij zorgen voor veel views en veel likes. En anders zet op Facebook of Instagram en tag ons, Zeilhelden. En dan kunnen we ook een beetje genieten van elkaar. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan bedenken.